Piramide van Maslow. Abraham Maslow was een psycholoog en die heeft eigenlijk een tabel gemaakt van de 5 levensbehoeften. En met name begint hij onderaan in het rood met de primaire levensbehoeften. Van, je moet ergens beginnen en dat is bij de basis. Dus het moment wanneer jij onderin zit, het belangrijkste wat wij als mens nodig hebben, als primaire levensbehoeften, dat is onderdak. We hebben een huis nodig. We hebben slaap nodig. We hebben voedsel nodig. Eten en drinken. Als je dat niet hebt, overleef je niet. Ga je dood. Dus dat zijn de primaire levensbehoeften. En die zitten onderaan op de, in het rode gedeelte, zeg maar, hier op het, in het tabelletje. En ook je behoeftes. Dus je hebt een wc nodig. Je moet naar de wc kunnen. Daarna gaan we naar het oranje gedeelte. Dit staat voor zekerheid. En in die zekerheid zit je gezin. Dat je geliefd bent. Je werk. Je hebt een behoefte. Ja, je hebt geld nodig om je rekeningen te kunnen betalen. Je gezondheid, heel belangrijk. Die zit in het oranje gedeelte. De derde stap van de ladder. Ik zie het maar als een ladder. Je klimt steeds meer omhoog. Dat is de gele, dat is je sociale behoefte. Je familie, je vrienden, je vriendschappen, je relaties, sociale relaties, gezonde relaties. Die zit in het gele gedeelte. Dan gaan we eentje omhoog, in het groene, dat is de erkenning. En ja, dat is zelfwaardering, zelfacceptatie, een ander accepteren, waardering, eigenliefde. Dus hoe hoger je komt, hoe beter het is natuurlijk. En als je onderin zit, overkomt het leven je ook eigenlijk. Van ja, als je geen onderdak hebt, dan heb je een probleem. En de hoogste, de laatste, dat is paars en dat is zelfactualisatie. Nou vind ik het wel frappant, al die kleuren ook weer een beetje met de chakra's. Ja, paars is toch ook weer het kruingedeelte en de zelfactualisatie, de zelfverwezenlijking, zelfverwerkelijking. Het leven vanuit je hart, doen waar je gepassioneerd over bent. Leef jij vanuit, volg jij je hart, volg jij je intuïtie? Accepteer jij de werkelijkheid? Van, hé, dit gebeurt mij nu, ik vind dit helemaal niet leuk en ik verzet me ertegen. Of ben jij zo ver in je bewustzijn dat je denkt van dit is niet leuk. Maar dit is op mijn pad gekomen met een reden. Ik moet hier wat mee. Want zo kan mijn ziel evolueren. Ik kan hier ook een positieve mindset opzetten in plaats van het negatieve. Het ware zelf realiseren. Dus spiritualiteit, spiritueel bezig zijn. En je ziet het ook wel eens als je iemand heel mooi ziet schilderen. Die zit in een bepaalde flow. En ja, er komt iets heel moois uit uiteindelijk. Dat heeft daar ook mee te maken. Dus als jij het vanuit jouw hart doet, vanuit jouw passie. Dan zie jij iemand vanuit zijn flow bezig zijn. En dat is zelfactualisatie. Dus echt de oorspronkelijke, je werkelijke zelf. Ik heb het niet over je ego. Ik heb het over het spiritueel wezen wat jij bent. Met een onsterfelijke ziel. Diegene, dat jij die manifesteert. Dat je die werkelijkheid maakt. Van ja, maar dit ben ik. Niet je persoonlijkheid met je naam en je, waar je woont. Maar echt jouw ziel. En authentiek zijn. Niet dingen doen volgens de maatschappij omdat ze zo horen. Of uit verplichtingen leven. Ja, creatief zijn, spontaniteit, dat hoort allemaal in die bovenste. Dus dat is de piramide van Pavlov met jouw basisbehoeftes en jouw, als je de ladder omhoog gaat, steeds meer en meer richting jezelf gaat werken. Want als jij geen onderdak hebt, ben jij niet met zelfactualisatie bezig, snap je? Dus vond je dit nou leuk? Like en share. Ik vond het in ieder geval interessant.
Als je je wil abonneren, klik op het abonneerknopje. Op het notificatiebelletje ernaast. Dan word je altijd automatisch op de hoogte gehouden van een nieuwe video van mij. Onderaan mijn video typ ik ook altijd een tekst, die kun je ook lezen. Ik zou zeggen een hele fijne, mooie dag. Geniet ervan. Tot de volgende video. Namaste.